Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie een nieuwe trendeditie van Essence uitproberen, namelijk de Positive Vibes Only collectie. Deze ligt op dit moment in de winkels en in deze video ga ik je wat meer informatie geven over deze collectie en ga ik hem uiteraard met jullie uittesten. Dus mocht je benieuwd zijn of deze collectie de moeite waard is om voor naar de winkel te gaan, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Wat zegt Essence zelf over deze collectie? Deze collectie zou staan voor echt een positieve tijd in het nieuwe jaar. Hij is verkrijgbaar vanaf eind februari tot en met eind maart. En zelfs op minder goede dagen zouden producten zorgen voor een instant boost van je stemming. Bovendien zouden de producten ook ware blikvangers zijn. Omdat ze ook een grote variatie van producten bevatten. Als onderdeel van deze trendeditie planten ze samen met Klimapartner 1500 bomen in Duitsland om ze echt een positieve impact, te maken. Good for the planet, good for our mood. Dat is eigenlijk wat Essence er zelf over zegt. Allereerst zal ik de prijzen in beeld nu zetten van de producten wat ze gekost hebben. Heb ik hier een Changing Lip Glow, dat is deze. Essence zegt hierover dat dit een perfecte keuze is voor een stralende finish. Het kleurt de lippen natuurlijk roze en hij zou een subtiele highlight creëren, omdat hij fijne glansdeeltjes bevat. De lipglow reageert op ieder zijn lippen anders, omdat hij dus reageert op de pH-waarde in je lippen. Hoe hoger die pH-waarde is, hoe intenser de kleur. En hij heeft de naam 01 Keep On Glowing gekregen. Ik zal hem ook even swatchen. Hij ziet er dus zo uit, wat ook heel erg mooi is. Nou zal de swatch niet heel veel doen, omdat hij op mijn hand natuurlijk niet zo zal reageren. Ik heb hem hier eventjes geswatcht. Maar ik denk dat je dat niet eens heel goed ziet, omdat ik natuurlijk, omdat hij reageert op de pH-waarde van je lippen. Maar dat is altijd al wel heel erg leuk, vind ik zelf. Dan hebben we hier het oogschaduwpaletten. Dat is deze. Die ziet er ook heel erg leuk uit. Ze hebben een beetje die blokjes komen een beetje terug in de verpakkingen. Het palet bevat 6 hooggepigmenteerde kleuren. Turquoise en groen met glanzende en matte effecten. En het oogschaduw is uniek omdat hij dus een openingsmechanisme heeft en dus geen magneetje bevat. En hij heeft de naam 01 Today's Gonna Be Amazing gekregen. Nou, je schuift dit deeltje omhoog en dan gaat het palet open. Dus, en zo kun je hem ook weer sluiten. Kijk, nu kun je het heel goed zien. Er zit dus inderdaad zo'n schuifmechanisme op. Ik zal hem eventjes loshalen. Dat is wel handig natuurlijk. Dit zijn de kleurtjes in het paletten. Hij is verder gemaakt van karton. Ik zal er eventjes een paar opnemen voor de swatch. En dan kunnen we gelijk even zien wat dit doet. Hier heb je even 4 kleurtjes die geswatcht zijn. Op zich ziet het er leuk uit. Dus ik ben zelf wel heel erg benieuwd wat voor look we hiermee kunnen gaan maken. Dus dat is altijd wel heel leuk. Dan hebben we een lippenmasker. En dat is deze. Die ziet er zo uit. Essence zegt hierover dat het een rijk lipmasker is met chia butter en kastorolie en abrikozenbitolie. Hij zou de lippen intense voeding geven. En daardoor is het gewoon lekker om te verzorgen. Hij heeft verder gewoon zo'n opening. Ik hoef deze niet te swatchen, want ik ga ervan uit dat hij verder een beetje transparant is. Hij lijkt een beetje groen, maar dat gaan we zo wel zien. Dus ik ben er wel benieuwd naar. Dan hebben we de Color Changing Blush Stick. En dat is deze. Die ziet er ook heel leuk uit. Essence zegt hierover dat je een gezonde tint zou krijgen die fris en stralend zou ogen.
Het is een romige blush en bevat dus een pH-reactieve textuur die van groen naar roze kleurt. En hij heeft de naam 01 Rosy Days Ahead gekregen. Hij is dus inderdaad groen. Je kunt hem ook omhoog draaien. En dan is dit de swatch. Maar ook dit zal niet heel erg lekker ogen, omdat hij dus inderdaad gaat reageren op je huid. Dus ik ben daar wel ook wel heel benieuwd naar. Dan hebben we de Baked Highlighter. Dat is deze. Essence zegt hierover... dat hij een zijdezachte textuur heeft, roze glitterdeeltjes bevat en die zouden je verzekeren van een frisse uitstraling waar je ook bent. Het is een hooggepigmenteerde highlighter met een poedertextuur. Hij heeft de naam 01 Light Up Your Day gekregen. Dus dat is deze. Die ziet er dus zo uit. En dit is de swatch. Ik weet niet of die heel lekker overkomt, maar ik zie hem zelf wel. Je had ook nog kliknagels zitten in deze collectie, die heb ik niet gekocht. Maar wat ik nog wel gekocht heb, dat is het haarklipje. Dat is deze. En ja, hij heeft een wolkenvormpje gekregen en is eigenlijk geschikt voor elke haarlengte. En doordat hij een geblokt patroon heeft, is hij dus een blikvanger. En die ziet er dus verder zo uit. Dus die gaan we ook gezellig indoen. Nou, ik denk dat ik genoeg informatie heb gegeven. Laten we de producten maar gewoon eens eventjes lekker gaan uitproberen. Nou, ik ga eventjes beginnen met het lipmasker. Die ga ik gewoon allereerst een beetje aanbrengen. Om een beetje verzorging te creëren. Het leek me wel lekker. Het is een heel stug tubetje, dus je moet heel goed knijpen om er wat uit te krijgen. Want ik zit nu te knijpen en er komt gewoon letterlijk heel weinig af. Ik denk trouwens dat ik deze ook nog wel eventjes in de nacht wil gaan proberen. Er komt echt heel weinig uit. Het is echt heel lastig. Oh, hij komt nu wat uit. Het is dus ook inderdaad groen. Mijn lippen zijn ook best wel droog nu. Nou, hij voelt wel lekker aan, maar er komt niet echt een hele lekkere laag vanaf. Omdat hij dus best wel stroef is. Maar hij zit er voor nu in ieder geval op. Dus deze gaan we gewoon even lekker in laten trekken. Ik ga even wat kwastjes en zo pakken. En dan gaan we beginnen met de andere producten. Oké, we gaan maar gewoon beginnen met de blush stick. Die ga ik gewoon een beetje aanbrengen. Ik ga eventjes in het spiegeltje kijken hoe ik het doe. Want ik heb dus geen spiegel in de producten. Dus het is wel handig om een spiegeltje te hebben. Dus als je me naar beneden ziet kijken, kijk ik dus in de spiegel. Oké, we gaan hem gewoon aanbrengen. Oh ja, je ziet het meteen. Kijk, je ziet meteen dat hij roze wordt. Ik ga hem wel eventjes blenden. Want ja, dit ziet er natuurlijk niet uit. Ik doe het gewoon even met een kwastje. Zodat hij een beetje wat natuurlijker oogt. Oh, maar je ziet hem wel direct. Oh, die had ik niet verwacht dat je me zo goed zou gaan zien. Ziet er wel mooi uit, vind ik zelf. Blenden gaat ook wel heel makkelijk, moet ik zeggen. Dat is wel echt ideaal. Nou, doen we natuurlijk ook gelijk de andere kant. Je hoeft dus eigenlijk helemaal niet zo heel veel aan te brengen, zoals je kan zien. Want hij is gelijk al vrij intens. Ja, leuk. Ik vind hem heel leuk. Ik vind hem mooi. Wow, die had ik niet zien aankomen. Dat is dus al echt gelijk een heel positief product als je het mij vraagt. Dan gaan we gelijk door naar de highlighter. Dat is ook wel handig. Ben ik ook wel heel benieuwd naar. Want ik vond hem met swatchje al heel mooi. Dus ik ben heel benieuwd wat hij gaat doen op mijn gezicht natuurlijk. Ik neem hem lekker op mijn kwast. Ik weet niet of je hem heel goed ziet, maar
Jawel, met een beetje opbouw ga je hem wel zien hoor. Hij is wel mooi natuurlijk. Hij is niet heel intens, maar ik vond hem met de swatch op mijn hand, al zagen jullie dat niet zo goed, wel intenser, maar ik vind hem wel heel mooi. Andere kant ook. Hij ruikt heel lekker. Hij heeft een heel lekker geurtje. Jawel, je ziet hem wel. Doen we even ook de neus. Ja, leuk. Cupidoboogje. Ja, hij is wel heel leuk, moet ik zeggen. Ik vind hem wel mooi. Ik weet niet of jullie hem heel goed kunnen zien. Ik zie hem zelf nu wel beter. Ja, ik vind hem wel heel leuk. Dan gaan we ook gelijk door naar de ogen. Het is voor mij een beetje lastig nu om dit te filmen. Want ik moet het dus letterlijk met mijn telefoon doen. Dus ik ga proberen om dit heel goed voor jullie te laten zien. Dus ik hoop dat het ook goed overkomt. Dus ik ga even kijken waarmee ik wil gaan beginnen. Ik denk dat ik als basiskleurtje ga voor deze. Dit kleurtje. Voor in de arcadeboog. Ik denk dat ik dat wel heel leuk vind. Wordt dus een beetje een groenige ooglook. Dat is ook wel leuk, want ik hoorde de laatste tijd dat ik vooral heel veel roze pakte. Dus het is wel leuk dat ik nu een keer wat anders kies. Je ziet hem wel, maar hij is vrij licht. Maar dat is op zich niet heel erg natuurlijk. Het is ook eigenlijk meer een transitiekleurtje, dus ik ga er toch nog weer met een ander kleurtje overheen. Ja, gewoon als mooi transitiekleurtje is die wel heel mooi, moet ik zeggen. Dan ga ik heel even kijken hoor, want ik denk dat ik met deze donkergroene kleur daar een beetje een lijntje mee ga zetten. Want ik ben een beetje aan het zoeken met wat ik nu wil met deze look. Ik denk wel dat die groene heel intens gaat zijn, maar dat gaan we zo wel zien. Oeh, hij neemt heel goed op. Oké. Ga deze voorzichtig een beetje dippen. Want als ik deze heel intens ga uitwrijven, denk ik dat het heel erg wordt. Maar je ziet hem wel. Oeh. Ja, hij is mooi. Hij is wel intens, maar dat geeft niet. Dat gaan we gelijk even blenden. Hij blijft hem wel mooi zien. Lekker groen kwastje ook nu. Ja, ik vind hem wel heel leuk al zo. Nou ga ik met deze blauwe kleur, want die vind ik zelf ook wel heel tof. Ga ik in de buitenste ooghoek werken. Ik weet niet of het helemaal bij de look gaat passen, maar dat gaan we dan wel zien. Misschien is het wel een hartstikke leuke combinatie hoor, maar ik heb niet het idee dat hij heel veel oppakt. Beetje stippelend. Ja, je ziet hem wel. Maar het is niet dat hij super intens is. Ik had hem wat meer intenser verwacht. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Jawel, hij is wel leuk uiteindelijk.
Andere kant ook. Ja, ik vind hem wel leuk. We gaan hem even blenden natuurlijk. Hij is toch wel leuk. Nou ga ik met deze lichtgroene kleur ga ik op het bewegende ooglid. Oh, die is wel heel mooi. Die vind ik echt heel erg mooi. Wauw, die springt er wel echt uit. Het is wel echt een toppertje. Wauw. Zo, mooi hoor. Ik heb hier alleen geen highlighter hierin zitten. Dus om de boel een beetje op te lichten, pak ik gewoon even het highlighter palette. En dat doe ik dus eventjes hier zo bij de onder de wenkbrauwen en een beetje aan de binnenkant van de ooghoeken. Ik vind hem wel heel leuk. Dan is hem dit. Dit is dan de look. Ik ga er eventjes een beetje mascara, oogpotlood en eyeliner opgooien. En dan kom ik bij jullie terug om te kijken hoe het er dan uitziet. Dan ziet hij er zo uit als hij helemaal af is. Ik vind het wel heel erg leuk. Ik vind hem heel erg mooi. Het is dus een keer helemaal wat anders. Maar ik vind hem wel heel erg mooi, moet ik zelf zeggen. Dus ik vind hem wel heel erg geslaagd. Nou, dan gaan we door naar het lipproduct. En ik ben wel benieuwd wat hij voor mijn lippen gaat doen. Ik heb eventjes het lippenmasker verwijderd. Ik ga deze dus 's nachts nog een keertje goed gebruiken. Maar mijn lippen voelen op zich al wel zacht aan. Maar ze hebben wel wat langer nodig om in te trekken. Laten we kijken wat dit doet. Ze worden direct roze, zie je het? Dat voelt ook wel heel verzorgd aan. Ja, hij voelt fijn. Ik vind hem lekker aanvoelen. Zie ik echt het glansje? Dat niet. Maar ik vind hem wel heel leuk, moet ik zeggen. Dus ja, ik ben er eigenlijk wel tevreden over. Het kan zijn dat de kleur zo nog iets intenser wordt. Maar dat gaan we dan zo meteen wel eventjes zien. Maar voor nu vind ik het wel heel lekker aanvoelen, moet ik zeggen. Ik heb ook eventjes de haartip ingedaan. Ik vind hem zelf, het zit wel lekker. Hij zit best stevig. Hij houdt niet al mijn haar bij elkaar. Ze kan een klein beetje haar bij elkaar plakken. Maar ik vind het op zich denk ik wel heel leuk. Hij voelt wel lekker stevig. Dus dat is wel heel erg fijn. Dus het ziet er natuurlijk ook wel leuk uit door het wolkenpatroontje. Nou, mijn eindconclusie van deze collectie. Ik vind het oogschaduwpaletten super leuk. Ik vind dat de look heel erg mooi is geworden hiermee. Goede pigmentatie. Ik vind hem goed aanvoelen. De kleuren brengen makkelijk aan. Zijn makkelijk te blenden. Dus dat vind ik top. Deze blushstick vind ik ook echt werkelijk fantastisch. Ik had niet verwacht dat die zo goed zou werken. Maar je zag echt gelijk resultaat. De highlighter die vind ik wel heel mooi. Ik ga nog heel eventjes kijken. Je ziet hem wel, maar je moet hem wel goed opbouwen. Dus het is niet dat je met één laagje gelijk een hele mooie glow krijgt. Maar hij is op zich wel heel leuk, maar hij is dus wat subtiel. Ik had hem iets intenser verwacht.
Het lippenmasker voelde voor nu al heel fijn aan. Ik wil hem dus nog even iets langer gaan gebruiken. Dus dat hij echt ook een hele nacht op mijn lippen zit. Maar voor nu voelde hij al wel heel lekker aan. En dat was top. En ja, de lipglow vond ik eigenlijk ook wel heel erg fijn. Hij heeft een mooie intens roze kleur. Bij mij wordt hij dan iets rozer omdat ik vrij hoge pigmentatie in de lippen heb. Maar ik vind hem zelf wel heel leuk. Dus ik ben wat dat betreft wel heel tevreden over de producten. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij al een van deze producten hebt gespot. En of dat je er misschien al wat van hebt gekocht. Of dat het een collectie is die je totaal niet aanspreekt. Ik ben in ieder geval blij dat ik hem heb. En ja, dat ik er lekker gebruik van kan gaan maken. Want ik vind hem zelf wel weer heel goed geslaagd. Ik ben benieuwd wat jij van de producten vindt. Laat het zeker weten in de reacties. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door het rondje bij mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button. Daarna staat een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Wat ik er nog even bij wil zeggen, voor deze collectie geldt wel op is op. Dus mocht je hem willen hebben, ja, als hij echt uitverkocht is, komt hij ook niet meer terug. Dus dat is altijd een beetje het jammeren bij trendedities. Ik wil je voor nu in ieder geval bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video te mogen zien. Doei!